Vanwege de coronasituatie probeert Telesuur heel veel personen die van huis uit moeten werken tegemoet te komen met een hogere snelheid van hun internetaansluiting. Dit zegt Telesuur-directeur Mike Antonius in gesprek met onze nieuwsdienst. De COVID-19-pandemie raast reeds 5 maanden in Suriname en de rest van de wereld. Verschillende bedrijven moesten daardoor hun werkwijze aanpassen, zo ook het telecommunicatiebedrijf Suriname. Antonius zegt verder dat het een heel uitdagende situatie is voor het bedrijf en de medewerkers. Volgens hem is Telesuur een lifeline voor de economie van Suriname. Als we de tarieven nog niet hebben aangepast, hebben we overgestapt om de uploadsnelheden van de verbindingen kosteloos tot nu toe te verhogen. We hebben het in een test gedaan op dit moment, omdat wil je kunnen les kunnen volgen, heb je hogere uploadsnelheden nodig. Wil je zaken kunnen doen van huis uit, je bent niet alleen aan het downloaden van informatie, maar je bent ook bezig met het versturen van informatie, waarvoor uploadsnelheden nodig zijn. Dus wij werken er wel aan binnen de mogelijkheden die we hebben, maar we hebben zelf ook uitdagingen, met name van we moeten er wel voor zorgen dat we er financieel bij rondkomen. Dus dat zijn ook een van de zaken die we met de nieuwe RVC aan het bespreken zijn, hoe met deze situatie om te gaan. Het COVID-protocol dat Telesuur in place heeft, zorgt voor wat vertraging in de dienstverlening, zegt de Telesuur-directeur. In deze periode moeten wij onze medewerkers en klanten beschermen, benadrukt Antonius. Niet iedereen klant wil dat je bij ze thuis komt, maar tegelijkertijd wil je ook wel ervoor zorgen dat je medewerkers niet stuurt naar situaties die voor hun ongemak kunnen zorgen. Dus we hebben een goede training gekregen om met deze situatie om te gaan. Het heeft voor wat vertraging gezorgd bij de oplevering van aansluitingen, maar wij pakken het op en werken daar met een versneld tempo aan. Participeren in een NV, Unified Payment Platform Suriname, daar zijn we aandeelhouder van. De andere aandeelhouder is Southcom en we zijn gesprekken aan het voeren om meer aandeelhouders aan boord te krijgen die een toegevoegde waarde kunnen leveren. Wij hebben vanaf de COVID-situatie hebben we een groei gezien. Ontzettend veel klanten die meer gebruik zijn gaan maken hiervan. De awareness is toegenomen. En wij werken eraan om bijvoorbeeld, we hebben eraan gewerkt dat men beltegoed kan kopen en betalen vanuit deze app. De EBS-rekeningen kunnen nu betaald worden vanuit deze applicatie van Unify Payplus. Maar we werken eraan om binnenkort ook SWM-rekeningen te kunnen laten betalen vanuit de app. Waardoor je alle utilities betalingen kan verrichten. Je niet meer uit huis hoeft te gaan om in een rij te gaan staan onder een tent. Telesuur-directeur Mike Antonius. We spraken hem in het kader van de coronapandemie in Suriname. Antonius zegt dat de kassas van Telesuur nog steeds goed bezocht worden. Het bedrijf zorgt volgens hem er ook voor dat de samenleving ingelicht wordt over hoe zij zaken op afstand kunnen doen.